Kruiden oogsten op je eigen terras of balkonnetje, dat is superleuk. Maar waar moet je rekening mee houden als je oogst? Vandaag geef ik tips. Voilà, mijn bak, mijn kruidenbak is echt al super goed gegroeid. Ik ben er heel tevreden mee. En de kruiden zijn op dit moment al klaar om geoogst te worden. Maar ik merk dat er daar soms nog wel een beetje onduidelijkheid over bestaat. Waar knip je precies af? Pit je alleen de bladeren af en verwerk je die? Dat soort dingen. Dus dat wil ik vandaag komaf mee maken. En ik wil het eerst hebben over het feit dat je beter kruiden oogst 's morgens vroeg. Waarom 's morgens vroeg? Omdat die dan helemaal volgezogen zijn met vers water. En dus het langst van allemaal vers blijven. En ook het lekkerst zijn op die manier. Ze hebben meer aroma onder, vind ik. Natuurlijk, je kookt niet met je kruiden 's morgens vroeg. Dat begrijp ik. Meestal is dat ook 's avonds. En als je dat dan doet, als je 's avonds plukt, of oogst, dan is het belangrijk om ze eerst in een glas water te zetten, een half uur, een uur ongeveer, en die te laten volzuigen met water. Want na een warme dag kan het wel eens zijn dat, dat ze dus echt gaan verleppen en een beetje gaan afzien door het warme weer. Door die in een glas water te zetten, gaan ze helemaal zichzelf weer volzuigen met vers vocht, met vers water, en dus ook het lekkerst en het knapperst zijn. Ik ga meteen plukken, hè. Dan zullen we zien hoe we precies kunnen oogsten. Want ik heb hier echt verschillende kruiden in de bak staan. Ik heb citroenverbena. Dat is een heel erg aromatisch kruid. Heel erg lekker in thee trouwens. Ik heb dragon, ik heb currykruid, ik heb basilicum, ik heb olijfkruid, ik heb bloedzuring en ik heb munt. Dus we hebben serieus wat om te plukken. De munt is klaar om geoogst te worden. Ik zal misschien daarmee beginnen, dat is makkelijkst. Munt moet je eigenlijk terugknippen tot ongeveer zo'n 5 à 10 centimeter boven de grond. En dan zal je ook zien dat die makkelijker gaan opnieuw vertakken. Dan krijg je een hele mooie struik. Want bij munt is het zo, hij wordt bosjes. Echt struikachtig, maar tegelijk gaat hij ook nieuwe scheuten vormen uit de grond. Dus bij munt kan je eigenlijk nooit echt iets fout doen. Het is een heel erg makkelijk kruid. In geval van bloedzuring is zo dat je beter de blaadjes van beneden af kunt afpitsen. Dus dan krijg je echt zo van die lange steeltjes met blaadjes erop. Maar dat is ook het makkelijkst en dat vindt de plant allemaal prima. Het is ook lekker. Die steeltjes zijn ook gewoon lekker. Dus je mag die zo kort mogelijk bij de grond gaan afoogsten, want, je merkt het hier ook al, de plant gaat eigenlijk nieuwe blaadjes gaan vormen die van binnenuit komen. Dus dan maakt het niet zoveel uit dat je ze helemaal tot op de grond afknipt. Wat ik wel kan aanraden, knip ze niet zomaar allemaal in één keer af, want je eet dat toch meestal niet in één keer. En je geeft de plant dan daardoor eigenlijk meer tijd om te bekomen van uw pluktocht. Houterige kruiden zoals rozemarijn, tijm of onder andere het currykruid ga je eigenlijk ook weer korter gaan insnoeien zodat de plant mooi kan vertakken. En je doet dat altijd op een 5 à 10 centimeter ook weer van de grond, want je merkt het hier al, die gaan zijscheuten vormen en die zijscheuten gaan eigenlijk ervoor zorgen dat die plant dus dikker wordt, dat je echt een schoon, fris bosje krijgt. Dus bij tijm, rozemarijn en currykruid of alle houtachtige kruiden in het algemeen kan je die op die manier gaan plukken. Bij citroenverbena wordt vaak wel eens zo blaadje per blaadje afgeplukt en gebruikt. Nu, je kan het beter op een andere manier gaan doen, ook weer meteen inknippen. Ik ga dat doen op ongeveer, en het klinkt heel erg drastisch, en het is ook wel een beetje drastisch, maar ik ga hem eigenlijk tot hier ongeveer, waar zijscheuten zitten, afknippen. En door die zijscheuten krijg je dus een vollere plant. Die ziet er nu een beetje belabberd uit, maar die zijscheuten zullen uiteindelijk voor een bossige plant gaan zorgen. Als ik dat niet zou doen, dan krijg je echt zo 4 of 5 hoofdtakken met hier en daar wat blaadjes aan. Als je die gaat inknippen, dan gaat hem echt veel voller worden en dan heb je extra opbrengst. Bij basilicum is het zo dat je ook weer gaat afknippen tot aan de eerste scheuten, zeg maar. In het begin zijn dat kleine kopjes die je dus oogst. Maar na verloop van tijd, hoe groter de plant wordt, hoe voller de plant ook en hoe meer dat je eigenlijk van bovenaf kunt gaan inknippen. Het ziet er nu ook weer vrij drastisch uit. Het is ook drastisch, maar door echt te gaan ingrijpen en in te knippen op de plek waar nieuwe zijscheuten gevormd worden, ga je na verloop van tijd dus ook weer een bossige, gezonde plant creëren. En dat is wat we willen. Hè. Voilà. Dat is een aardig bakje vol met verse kruiden. Hè. Echt
Je zou het moeten ruiken, echt fantastisch. Als laatste tip kan ik jullie nog meegeven dat knippen, of in dit geval snoeien, doet groeien, werd er mij altijd geleerd. En in geval van kruiden is dat ook echt zo. Hoe vaker je plukt, hoe meer opbrengst je zult genereren, want de planten worden bossiger, gaan eigenlijk beter groeien daardoor. Dus niet mee inzetten om af en toe zo eens kort te knippen, dat kan de plant alleen maar te goede komen. Doe je met mij mee? Laat het mij hieronder weten, vind ik altijd fijn om te lezen. Wil je meer afleveringen bekijken? Ga dan naar tv.angelodorni.be. Voor de rest heel graag tot de volgende.